kijken hoe je ja, je grenzen kon overschrijden. Zo, en dat was eigenlijk ook de vraag aan Hama. Zo, probeer kunstenaars te betrekken die, die verder willen kijken dan ja, hun normale, of tenminste hun geëigende dagelijkse beroepsleven. Kunstenaars verwacht en er waren er 20. Dus op een gegeven moment hadden we die doeken die we hadden, gingen we doek maar door midden scheuren. Dat we dat goed konden verdelen. En zo zijn eigenlijk ook, ja, dat is een soort kettingreactie. En zo zijn eigenlijk ook die banieren ontstaan. Malinese cultuur komt dat heel veel voor. En dat, kunstenaars die meededen vonden dat er eigenlijk een soort basis waarop zij verder konden. En dan hebben we de eerste dag. De eerste dagen eigenlijk heel erg gekeken welk spreekwoord is er, ja, zou een rode draad kunnen zijn om een gemeenschappelijk werk te maken. Wij vinden het juist eigenlijk heel erg leuk als er een vervolg komt op dit soort projecten.